Weef is vandaag bij een heel groot spel. Dat is Ingress, heet dat. Eigenlijk een soort voorloper op Pokémon. Net een beetje anders. En ze hebben een hele gave wedstrijd vandaag. Dat heet First Saturday. Ik ga Ingress spelen. Dus ik ga tegen twee partijen. De Enlightened tegen de Resistance. Groene tegen de blauwe vechten. We gaan proberen om de monumenten en gevelstenen hier in Hoorn digitaal te veroveren. Het is een virtueel landjespik. Je probeert om gebieden in Hoorn en omstreken, het gebeurt in heel Nederland en de hele wereld, van elkaar over te nemen, te veroveren, velden te maken. Ja, op deze manier gewoon een beetje leuk buiten te zijn. For me, it's been a really great way to explore the Netherlands and get to know more areas outside of just Amsterdam. Besides the cost of travel, it's free entertainment. Wat je merkt op zo'n dag is dat er een aantal mensen zogenaamde missies aan het doen zijn. Waarmee ze meer voor het genieten gaan van de nieuwe stad, de nieuwe plek waar ze komen. In plaats van de wedstrijd. En dat is helemaal niet erg. Het is de bedoeling dat mensen nieuwe plaatsen zien en leren kennen. Dat is eigenlijk het hele doel van het spel. Daar wordt geschoten, bij de gevangenis en bij het station. Dus we gaan de goede kant op. Ik denk dat blauw nou wat van plan is, maar ik hoop dat we ze een beetje tegen kunnen houden. Ik denk dat voor mensen die vanaf afstand kijken, dat ze denken, wat de hel. Dat is heel saai, die zit alleen maar in zijn telefoon. Ja, dat hoort er een beetje bij. We krijgen ook vaak genoeg opmerkingen erover, maar dat negeren we dan maar, zeg maar. Tot nu toe gaat het goed, maar ik moet wel door blijven gaan.